Wat is anatidefobie? Een doordringende, irrationele angst dat je in de gaten wordt gehouden door een eend. Anatide betekent eenden en phobos betekent angst. Anatidefobie kan veroorzaakt worden door een trauma in je jeugd. Je kunt hierbij denken dat degene die het heeft als kind is gebeten door een eend of bijvoorbeeld is aangevallen door zwanen of andere watervogels. In veel gevallen zijn de mensen die het hebben erfelijk belast. Wat betekent dat ook de vader of moeder een angststoornis heeft. Er zijn 3 hersengebieden betrokken bij deze fobie. De amygdala. Deze zorgt voor het ontstaan en het verminderen van angsten. Het signaal wordt hier versterkt en doorgegeven aan andere delen van de hersenen, waar de angst met bijbehorend gedrag en lichamelijke reacties ontstaat. De hippocampus. Deze is betrokken bij het stresssysteem van je lichaam. Deze beoordeelt de situatie en activeert zogenaamde remmende neuronen die ervoor zorgen dat de amygdala zijn werk niet goed kan doen en de angstreactie opnieuw begint. Mediale prefrontale cortex. Deze is betrokken bij emotionele en denkprocessen. Afleren van de angst gaat door input van dit gebied. Het activeert je amygdala en remt de werking zodat je angst afneemt of verdwijnt. Symptomen van anatidefobie zijn misselijk, gaan zweten, hyperventileren en paniekaanvallen krijgen. Anatidefobie kan worden behandeld door hypnotherapie en meditatie.